sneller is dan Arie Loef. En nu gaat u er maar even recht voor zitten, want nu krijgen we het klapstuk van deze 500 meter veiling. De rit tussen de nummers 1 en 2 uit het algemeen klassement. Kiteba, de Zuid-Koreaan, die tweede staat in dat klassement. En zijn tegenstrever, laten we die bijnaam dan nog maar één keer noemen, de beer uit Minsk. Hier is hij, Igor Zelesovski. De nummer 1, na twee afstanden, niet zomaar de nummer 1. Hij was eerst op de 1000 meter, hij was tweede gisteren op de 500 meter. En dan is het niet zo wonder dat je hoog staat, zeker als Mai gevallen is. Ba was vierde op de 500 meter gisteren en derde op de 1000. En het verschil tussen de twee is toch vrij groot als je dat afzet op de 500 meter. Namelijk 1 en 1500ste van een seconde in het voordeel van Zelesovski. Goed gestart en dit kan dus de allesbeslissende rit zijn tussen Zelesovski en Kiteba uit Koroje. Maar oei, wat gebeurt daar met Zelesovski? Met zijn hand naar het bovenbeen gegrepen, betekent dat een probleem? In ieder geval 10.15 en 10.14 zijn de tijden over de 100 meter. Maar het ziet er niet goed uit met Zelesovski. Het zou kunnen duiden op een spierverrekking of in ieder geval een pijnlijk moment daar. En weer gaat die hand van Zelesovski naar het bovenbeen. Nee, dat is niet goed. En zouden we dan na het drama van Oeijent mij opnieuw een drama krijgen van de klassementaanvoerder? Dat is niet te hopen. Duidelijk is in ieder geval dat hij het moeilijk heeft en dat de ritzege royaal naar de man uit Zuid-Korea gaat. Kiteba finisht in 38-24 tegen de 38-74 voor Igor Zelesovski. Hoe het verder gaat, we zullen het af moeten wachten.